Zoals jullie weten hebben we eerder een oproep gedaan om geld in te zamelen voor voedselpakketten. We hebben jullie in een aangrijpende blog, waar we heel veel reacties op hebben gehad, meegenomen in een stukje Rakai. Waar de woorden "onze mensen gaan dood" het meeste hebben geraakt. Jullie hebben ongelooflijk massaal gereageerd. Deze week is UCCF in Oeganda en staan we met onze eigen voeten op de plantages waar alle maïsplanten onder andere volledig verdroogd zijn. Het is heel triest om te zien wat we wisten op papier, wat we gehoord hebben in de stem van onze project directors en in de cry of help van onze mensen hier in Oeganda, om dat nu met eigen ogen te zien. We hebben gelukkig nog een kans om nog een keer het verschil te gaan maken. 11 maart komt er een prachtig concert aan van de Urkermansformatie. Zij gaan zich inzetten om middels een benefietconcert nog een keer zoveel mogelijk geld bij elkaar op te halen om voedsel uit te delen. Omdat de oogsten, zoals jullie zelf kunnen zien op deze video, mislukt zijn en de planten volledig verdord. Maar dit is niet het einde voor deze mensen, dat mag het niet zijn. Ik wil jullie dan ook allemaal uitnodigen op 11 maart in de Grote Kerk in Dordrecht voor het concert van onder andere de Urkermansformatie. Koop een kaartje, heb een fantastische avond en weet dat je daarmee onder andere de mensen die deze plantage hebben zien opdrogen zult helpen. Tot dan.
Thank you.
Adem, Adem, Adem.
Open wide.
Thank you.